verkopen. Tweede prijs, 16. De Melke de Haan. Melke de Haan, hij komt uit. Wageningen. Eerlijk, als je hem zelf gaat. Nee, die oude rok, die rok die had mijn moeder nog een paar zomen uitgehaald. En dit hadden we nog op zolder. Hele feest zelf. Dat vind ik geweldig. Ja, wel leuk. Zo, is de beeldende tentoonstelling eigenlijk geen treffend symbool van deze wapenstilstand? Men zegt ars longa vita brevis, het leven, het mensenleven dan, duurt kort, de kunst duurt lang. En in zeer bijzondere mate boerderij, waar per dag zo'n 40 tot 50 kuikens vandaan komen. Hier namelijk achter in de zaal een bloedmachine staan waar we de eieren 3 weken geleden om de dag hebben ingelegd. Ja. En waar we nu dus op de morgen dat de eieren dus op de dag tot uit gaan komen, halen we s'morgens de eieren dus in het kleine bloedmachientje. Maar ze doen bij een temperatuur van 7-18. Er zijn verschillende dingetjes wat wij hier van de mens zeer snelle tijd kunnen bereiken. Het gaat er zijn. Wij staan hier dus hoofdzakelijk om mensen te laten zien met wat voor apparatuur wij hoeven doen. Om te experimenteren. Daar gaat dus de hele hoofdzaak van de stand hier. En uw naam erbij. Krijgt u veel bezoek hier? Heel veel. Ik durf ook wel te zeggen dat u heeft Wageningen. En ik naam het kan me. U komt uit Riebel. Ja. Ik, Van Muller. Ik ben voor Bunk. Hoe vindt u hier de versieringen raken? Nou, heel leuk. Ja? Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het zo'n gezellige sfeer. Ik ben echt gezellig. Nou, ik hoorde vanmorgen dat hier feest was en ik wilde... Mijn zusje woont hier, dus dacht ik, daar ga ik eens kijken. Moet straks aan de koffietafel. We moeten straks aan de koffietafel. Ja. Landbouw schijnt wel lekker te worden. Dan. Ik hoop het. Ja, ik ben naar expositie Rustenburg geweest. Ben ik ook geweest, ja. Ja, heel mooi, heel mooi. Prachtig, die bloemen. Ja, enorm. Wij hebben vandaag 2 kinderen genoemd. En wij hebben 4 kinderen. Burgers van Wageningen. Die wonen we schilderen.
Freunde staat er niet te lachen. Ja, dit is inderdaad, dit is onze vereniging georganiseerd en dat is vier voetbalspelers die hier hebben gewonnen die de straat gaan. Tot nog toe zijn er vier geweest die hadden hier inderdaad. Het is heel moeilijk, ja. We hebben een bijzonder mooie prijs aangekomen. Melke de Haan, Wageningen. Heb je nog geen zelf gedaan? Nee, die rook met de moederlof en stationen uitgehaald. Die kan je nog op zolder. Mooi. Ja. Het hele feest zelf. Ik vind het geweldig. Ja, wel leuk. Zo. Is de beelden door de tentoonstelling eigenlijk zo'n treffend symbool van deze wapenstilstand? Men zegt als longa vita brevis, het leven, het mensenleven daar, duurt kort, de kunst duurt lang. Zeer bijzonder maakte de beeldhouwkunst. Hij kunst dit magische instrument van de onsterfelijkheid van de mens, maar mensen van de maatschappij. Alles in het mensje en zijn lot gevallen, maar zeker in het domein van de kunst, is het beeld van een eeuwigdurend gevecht. Van de mens en het Duitse belang. Dames, u komt uit. Ja, Wageningen. U uit Wageningen en ik daar. Driebergen. U komt uit Driebergen, ja, zo. Ik, Van Muller. En u bent? Ik ben van Voorburg. Ik ben van Voorburg. Hoe vindt u hier de versiering in Wageningen? Nou, heel leuk. Ja? Ja, het is fantastisch. Ik vind het zo'n gezellige sfeer. U bent al... Ik ben net gezellig. Ik hoorde vanmorgen dat hier feest was en ook wel mijn zusje woont hier. Dus ik dacht op de weg kijken. Nou, ik moet straks aan de koffietafel. Oh, je moet straks aan de koffietafel? De koffietafel, ja. Ja. Het schijnt wel lekker te worden. Dan. Ik hoop het. Ja, ik ben extra positie Rustenburg geweest. Ben ik ook geweest, ja. Ja, heel mooi, heel mooi. Prachtig te doen. Ja. Welkom
op deze herdenkingsbijeenkomst van de viering Wageningen 700 jaar stad. Waarde toehoorders, wie Wageningen op dit ogenblik binnenkomt, ziet dat de stad feest viert. Ik zeg, ze zijn al even moeder en kind hoor, vader krijg je niks. Ja, eerlijk niet. Vader krijg ik niks hoor. 15! Waschap! Van deze 10 miljard vandaag aan de dag. Waschapie! Is de helft onvoldoende. En dat is alweer. Feit bestaat er niet, te lekker te krijgen. Dat ringrijden hier, is dat echt een oude originele ringrijden? Ja, dit is inderdaad, dit heeft de Roze Vereniging georganiseerd, omdat het vroeger ook al eens geweest is hier en dat bijzonder goed in de smaak gevallen is. En tot nog toe zijn er vier geweest die alle drie de vinger eraf gehaald hebben. Vier stuks. Dus het is vrij moeilijk, ja. Dus, er zijn bijzonder mooie prijzen aan verbonden. Ja, ik heb de foto's.
in oost van de viering Wageningen 700 jaar stad. Natuursport, sport en energie en vrije wonen. Die Wageningen op dit ogenblik binnenkomt, ziet dat de stad feest viert. Thank you.
Thank you.